Larry, mm -hmm. jonge artiest. en Hij uh, is geboren in Suriname, Paramaribo. En vertrok op de jarige leeftijd met zijn ouders naar Nederland. Ja. Hoe oud is uh, deze jonge man nu? Luister, vaak genoeg willen artiesten niet praten over hun leeftijd. Maar wat ik, <laughs> wat ik je kan aangeven is het volgende. Je hebt aangegeven, de man was twee jaar. amangua uh, was hij ouders. 2012 natuurlijk, want laat me dit goed zeggen. Hij begon met een kotje en skrati, Dus dat was een na en een lobby. En in 2012 hebben ze dus ook zijn zangtalent ontdekt. Amang, ik ben ook Larouche Explosie. Um, Op een gegeven moment heeft nu die Bradas zijn eigen recordlabel, la Clean Heart Music. En in 2017 heeft hij toen een, een, een track gedrop met uh, LaRouche. Dus dat is het. En die Bradas zijn Bigging SD. Die ja. Bradas Lobasani. En die Lobasani zijn Tauro Kogodoro. Ja? Wat hij he heeft gedaan nu is dat Abarada meekwam Poku, maar om even aan te geven Naomi Verber zijn nieuwe app en dat Naomi Verber tegen mij pro, ik heb een samen samengemaakt met Lerk en natuurlijk wil die man het promoten yeah. in Zwitserland Dus zo so, Naomi meekwam een link met Lerk Taki en dat is waarom zij de mek dit video van Martin Diaso een primeur videoclip in Martin Taki. In Holland, country Amanda the bookend, am sandra paper? Okay, yeah. Does among, now we new month No, no, no. Now we mase sub nangasa de base and echar Uroko kogodoro and teyuleri one mokarwaning euro resti apokusa de Miki, vi and michu tak euro resti no Bimoro, ro madafiti futeyler fu bigiwan. Dat hij dankbaarheid of respect voor de euro-restie bij mijn leerleren. Dus dat is de reden waarom ik heb gehoord. Dus no moro, de euro is niet alleen maar de euro-restie. En de uh, artist is Kawina aan mij pleiten. Kawina is aan mij pleiten. En natuurlijk in elk andere kamer in Uku, omdat hij be oefen beoefent uh, verschillende jaren, maar zijn hart ligt het meest bij Kawina. En uh, als je met Naomi Ferber samenwerkt, ja. dan is het een, uh, een kanjer. Zeker weten, Naomi Ferber <laughs> Naomi is niet de minste toch. Ze ja. is een van onze trots. En dat want ik heb de Roco samen, de Mekapoku samen, daar mogen we trots op zijn. Want zo zien we dat ze met elkaar werken om die Surinaamse muziek naar hogere hoogtes te brengen. Ik ben benieuwd, u bent ook benieuwd wat uh, dit nummer inhoudt. Wie is Michou? Als de heren daar in de techniekkamer ready zijn, dan gaan wij gelijk genieten van wie een Michou.

vulling pou couson Sabigba en yeah. wa mooi mix kon yeah. in a in a things aweli bi Say ke wek prodak uh, klete en wa san samikan takitak lerek himself aman produseer atrek dus dat wantakite you bigi play de instrument de opgegeven men 2012 demay ontdek asang talent pou abarada en dat je dit mag produseer fo iemand di waarvan je geleerd heb uroristi isabi toch lakas En we hebben daar dat beplei, hele die dat doet het goed om te zien dat, een goed product is er gekomen. En in of vergietie, somalery. Want vaak kunnen we vergietapjes dat Dus, mij want dat nanga na om die verber garantie voor apokusa de meki wie en misjou en dat ik dat die we Output in mantentaki, want u begin monday na na promotie. En dat wantak de komende ting, wome kutranga, mexerana sabi, takwanum, nu poku de. En lerik na nga ferber, singapoku. En apokuneng, wie een missio. Yes, power aan deze twee artiesten. En uh, ik wens u succes met dit nummer en ook met uw werk. Ik wil u bedanken en natuurlijk wil ik nog wat zeggen voor de mensen die kijken. Wil je Lerik volgen? Check de Brada natuurlijk. Op Facebook is het LRC, LRC. En natuurlijk Instagram, I'm Lerik. En niet te vergeten, TikTok, I'm Lerik. Suriname, ik zeg salut en ik ben blij dat ik in takje mocht zijn.